Goedenavond, mijn naam is Jurgen Rijg van Volleybara TV en vandaag sta ik in het World Trade Center Rotterdam voor een hele mooie Gala Award Show. Het gaat dan om de EZVN, wat staat voor Etnische Zakenvrouw van Nederland. We gaan kijken wie er genomineerd is en we gaan kijken wie er uiteindelijk heeft gewonnen. En het wordt afgesloten met een spetterende optreden. Kijken jullie maar mee. Wat vonden jullie van deze avond? Fantastisch. Fantastisch. Ja, tuurlijk. Geldt hetzelfde voor u? Ja, absoluut. Fantastisch. Het overtrof mijn verwachtingen. Ja? Ja. Wat vond u het mooiste van deze avond? Het mooiste vind ik dat vrouwen die zich inzetten of ingezet hebben in het zonnetje gezet worden. Ik vind het heel bijzonder wat deze organisatie doet. Sandy, go. Hallo. Hallo. Hoe voelt u nu nadat u heeft gewonnen? Nou, spannend. Ik ben echt blij en trots op mijn eigen bedrijf ook. Ja, en gewoon een geweldige avond. Ja, ik voel mij veel vereerd om hier te zijn. Ja. Had u het een beetje verwacht dat u zou winnen? Ik vind dat de laatste twee is al eigenlijk, ik voel mij al, zelf al gewonnen eigenlijk. Dus het maakt me niet uit of eerste of tweede. Of je nou als laatste, als finalist, vind ik zelf als gewonnen. Faiza Daddy. Die heeft gewonnen. Hoe voelt dat? Waanzinnig. Ik had niet verwacht dat ik dat fantastisch zou vinden, maar ik vind het geweldig om te winnen. Het is niet zo dat ik denk, oh, wat heb ik hard gewerkt en wat fijn dat ik nu eindelijk gezien word. Helemaal niet, maar voor al die mensen die in de zaal zaten en die zo graag wilden dat ik won, was ik blij. Vind ik ook cool. En wat vindt u van dit initiatief? Ik zou willen dat het niet nodig was, maar het is nodig. En in die zin is het goed. Het is goed om daar, zeker in deze tijden waar accent op verschillen vaak negatief wordt gelegd, is het belangrijk dat we laten zien wat voor een enorme economische kracht dit land bezit. Wat vond u van deze avond? Goedenavond, ik vind het leuk dat Lebara TV toch televisie maakt. Ik hoop dat het geluid goed is. Je moet iemand die de hele avond gewerkt heeft nooit vragen wat hij ervan vindt. Wat voor die... Het is voor mij werken, opletten. Ik ben heel blij dat ik de vertegenwoordiger mag zijn van de Etnische Zakenvrouwen in Nederland. Dus voor mij is het dat je oplet, vermaken mensen zich, is de sfeer in de zaal goed, kan iedereen het goed horen. Dus ik ben niet bezig met, weet je, eigenlijk gaat driekwart van wat er gebeurt gaat aan je voorbij. Moet je ook een slokje palm? Ik zou het ook willen. De presentator van Lamara drinkt palmpuur. Jullie hebben het gezien, het is een primeur. Nou mensen, ik heb genoten van het EZVN-gala. Je ziet dat vrouwen dus hier zo op indrukwekkende wijze in het zonnetje worden gezet. En je kan zien ook dat ze lang gebikkeld hebben om te komen waar ze nu zijn. En ik hoop dat ze dus zo ook kunnen functioneren als rolmodellen voor de aanstormende talenten. En met name dus de vrouwen. Nou, dit was Jurgen Rijgman van Lebara TV. En ik zeg adios.